Hallo Riviervrienden, hoe is ie daar? Koningsdag overleefd? Ik ben net. Ja, daarom was er ook geen review. Geen hondje er toch op te wachten op zo'n dag. Ik al allerminst. Maar de vraag blijft natuurlijk overeind. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Laten we gewoon gaan kijken. Want ja, dat is toch wat ons bezighoudt, is het niet? Zeker. Overigens nog even terugkomend op televisie hier. Die mail die ik heb gekregen, dat was natuurlijk waanzinnig. Hè? Daar stond dus letterlijk in, jij mag als persoon niet meedoen. Met Jans Reviews dus ook niet. Want jij mag als persoon niet meedoen. Dat is toch een beetje raar, niet? Ik bedoel, iedereen krijgt in Nederland een tweede kans. De grootste, Volker van de Graaf, die loopt marathons. Er is helemaal niks mee aan de hand. En omdat ik bij Rollenpraat zit, mag ik als persoon niet meedoen met Jans Reviews. En wat gebeurt er hier nou wat niet goed is? Ja, hoogstens kan je zeggen van die man heeft altijd hetzelfde verhaaltje. He, hij houdt niet van chocola en hij houdt niet echt van zoetigheid. En hij heeft altijd een heel verhaal over wat wel en niet deugt. En, nou, dat kan je zeggen. Maar goed, al die andere flossen is ook verdomme elke keer hetzelfde. Laat mij nou met rust. Dus ik word gediscrimineerd als mens. Dat is niet mooi. En ook niet leuk. Maar goed, het is wat het is. Ja, wat zit er onder het doosje? Wat heeft Achmetje opgestuurd? En nog wat, heel veel van die vlogs hebben helemaal geen Achmetje. Denk daar maar eens over na. Tony Chocoloni? Nou, ik kan gelijk weer beginnen. Ik hou niet van chocola. Dit is de nieuwe pittig van Achmet. Achmet vond het vroeger leuk dat ik mijn bek brandde. En nu dat ik misselijk word. Wat kan ik er nou kan ik erover zeggen? Wat kan ik erover zeggen? Het enige wat ik wel erover kan zeggen is dat ik één zak heb. Dus dat wordt er dan lastig om te zeggen, nou dit is wel lekker en dat is niet lekker. Want ik heb één zak. Een regenboogzak. Past wel in het tijdsgevricht, hè? Oh, alle smaken van de regenboog. Er zitten gewoon alle smaakjes in. Oh, dat is wel lekker. Dan kan ik er gewoon er even doorheen jekkeren. Nou, moet je kijken. Blauw, rood, roze, oranje, groen, lichtgroen, geel. Ik moet ook kotsen bij het idee. Het is een beetje erg veel. Maar goed, het is wat het is, jongens. We hebben hier de donkergroen. Dat is... dat staat ook niet op wat het is. Oh wel. Nee, staat ook niet op. Ja, wat is dat nou, joh? Staat niet op wat het is. Oh wel, dat staat er wel op. Milk hazelnut. Melk met hazelnoten. Dark amandel zeezout, zwarte chocola, pure dus, met amandelen en zeezout. Milk caramel zeezout, melk met karamel en zeezout, ja. White raspberry popping, witte chocola met frambozen. 70% dark, dus dikke pure chocola. Dit is melk met noga en is gewoon melk. 7 stukjes chocolade, dan lig ik te braken, joh. Ik neem van alles wel gewoon een klein happie. Kijk, het is een leuk rondje. Leuk. Dat was de melk. Ja, het is gewoon melk. Dan ga ik nu naar de pure. Ik hou niet van melk chocolade. Ik hou wel van pure chocolade. Dat is lekker puur, hoor. Gaan we naar melk met noga. Ik begin al een beetje misselijk te worden. Ik geef het eerlijk toe. Melk met noga. Kijk, er zit nogaatjes in. En ik hou niet van melkchocolade. Maar die nogaatjes maken dat wel lekker. Ja, dat vind ik wel lekker. Gaan we naar white raspberry popping. Dit vind ik niet lekker. Ja, om niet eens te proeven. Kijk, wel leuk. Er zitten dus allemaal dingetjes in. Witte chocola. Popping. Ja. Nou. Het is niet zo heel vies. Melk met amandelen. Ja, dat kan toch niet mis. En zeezout. Laten we eerlijk zijn.
chocola en noten is natuurlijk top. En straks hebben we nog de hazelnoot. Maar je hebt natuurlijk ook de eeuwgemelk met pinda's. Hier zit caramel zeezout in. En mandelen. Nou, die zie je even niet. Dit is wel heel erg melk hoor. Ja, het is begonnen. Kots, kots en kotsmisselijk. Nou, dark amandelen sea salt. Dat was hetzelfde als die alleen dan met melk, denk ik. Nou ja, dat is altijd een stuk beter. Ik moet eerlijk zeggen, van puur chocola wordt dus nooit misselijk. Van melkchocola wel. Dat is hetzelfde als die oranje variant met melk. Niet te nagen. Puur. Lekker. Ja, is zo. En de laatste. Die caramel zeezout. Puur. Had ik zo'n enorm brok zout in mijn waffel. Oh, dat verpest even de hele smaak, zeg. Jezus. En als laatste de milky hazelnut. Nou, ik hang straks boven het potje. Maar goed, alles voor deze show, hè. Alles voor jullie. Ondanks dat ik gediscrimineerd word, ga ik gewoon door. Hè? Want mij kunnen ze niet klein krijgen. Ja, dit is gewoon een hazelnoot met melk. Steven, 7 stukken chocola. Voel me beroerd. Gidverdamme. Tijd voor de cijfertjes! Ja, jongens. Melkchocola is gewoon niet te nakken. Dat geef ik eerlijk toe. Maar de oranje hazel. De oranje hazelnoot. Nee. Dit was amandel, zeezout, melk. Is gewoon smerig. Ik. Terstond misselijk. Die krijgt van mij een 3. Ja, en dan. Oh ja, jij had alleen van puur, ja. Nou, klaar. Dan hebben we die, de gewone melk. Dat is gewoon melk. En die, ja, ik vind dat gewoon niet lekker, maar dat is gewoon melk. Dat is gewoon prima, joh. Die krijgt van mij gewoon een 5. Ja, kan je zeggen, waarom niet hoger? Ja, omdat ik het niet lekker vind. Ik hou niet zo heel veel melk. Het rare is dat de witte chocola met raspberry poppings. Ik haat witte chocola. Alleen deze is gewoon een 6 waard. Die is gewoon best goed. Die is gewoon te doen. Ja, dat verwacht ik er niet. Maar het is wel echt serieus zo. Dan hebben we Milk Noga. Die was prima. Die was prima. Ik krijg gewoon voor mij een 7. Ja, melk voor mij krijg ik gewoon een 7. Ik ben daar niet te lastig. Even kijken hoor. Milk Hazelnut. Ik krijg ook een 7. Ja, dat is gewoon wat het is. Dan hebben we de pure. Die vind ik erg lekker. Goeie pure chocola. Die krijg van mij een 8. En dan de puur met amandelen en zeezout. Oh, wacht. Daar zat die klont zout in uiteindelijk. Want het begon helemaal fantastisch. En toen kwam die klont zout. En toen vond ik hem niet meer lekker. Nou, die puur met die zeezout. Die wil ik er even tussen proppen. Die krijgt ook een 5. Want je gaat er niet zulke brokken zeezout erin gooien. Doe eens even normaal. Dus de winnaar is de gewone puur. En die heb ik een, weet ik niet meer. Dat is nou 7 van 8 gegeven. Nou, in ieder geval, dit is wat het is. Hiermee moet je doen. 7 blokken Tony Chocoloni chocola in mijn bakjes gedouwd. Ik ga richting toiletpot. Ik ga even. Ja, hoe noem je dat? Ik ga het er even uit kieperen. Ja, ik kieper het er even uit. Ik ben er namelijk ik ben er niet zo lekker van. Nou, bedankt voor het kijken. En tot maandag natuurlijk, lieve vrienden. Maak er een mooi weekend van. En doeg.